All right. Ik had beloofd om te laten zien hoe we die beat in één keer strak erin krijgen. Dat ze alle noten precies op de grid passen. Ik ga even deze verwijderen. Delete. En ik ga opnemen. Maar voordat ik ga opnemen, nou weet je, ik druk even op opnemen. Dan krijg ik namelijk mijn pad te zien. Of wat ik ook kan doen, is hier even dubbel tappen. Dan krijg ik ook mijn pads te zien. En dan hebben we een heel mooie knop, de Q. Q staat voor quantize. En quantize betekent eigenlijk gewoon die grid met al die streepjes die precies onderverdeling zijn van de tellen, dat hij zich daaraan houdt. Dus als ik even op de Q druk, input quantization on. Dus alles wat ik nu ga inputten, alles wat ik hier aantik, gaat hij automatisch quantizen, zodat het past precies op de metronoom. Dus gaan we even doen. Dus ga ik weer dezelfde beat proberen op te nemen. Ik ben niet zo heel goed in die hi-hat. Dus ik wilde eigenlijk die hi-hat alsmaar door laten gaan, maar ik ging mee met die andere vinger. Doet er verder niet toe. Hij is nu denk ik heel strak. Even luisteren. Of sterker nog, ik ga meteen even kijken in de edit. Kijk, ze staan allemaal netjes. En wat ik zei, dat ik deze heb ik eigenlijk te vroeg. Die bedoelde ik eigenlijk daar. Ik deed hem gewoon te vroeg. En dan trekt hij hem strak voor mij. Ik wilde eigenlijk dat die hi-hat, dat is deze, dat hij gewoon de hele tijd doorgaat. Dan heb je de kick en de snare. Even luisteren. 1, 2, 3, 4. Ik had nog een foutje gemaakt. Toen, tak, koen, koen, tak. Oeps. Ik drukte op ongeluk op deze, waardoor ik naar het begin schoot. Toen, tak, koen, koen, tak. Volgens mij heb ik hem nu. Yes. Oké, dus chill beat. Alright. Dus wat heb ik gedaan? Ik was in de editor en ik heb hier die cue aangezet. Input quantization. Die moet aan, want dan pakt hij gewoon je noten strak. Vinden jullie het ondertussen ook al zo irritant dat we de hele tijd als we gaan afspelen eerst die maat moeten afwachten? Kijk, toen ik ging opnemen had ik die maat nodig om het tempo te horen en om erin te komen. Ik kan niet opnemen en dan meteen, dan ben ik te laat. Hoop. Oh, hij heeft hem trouwens wel opgenomen, die ene clap. Delete, bam. Maar ik wil dus niet elke keer dat ik dat lege stukje ervoor krijg. Dus in het volgende filmpje ga ik even laten zien hoe je kan voorkomen dat je steeds zo'n leeg stukje krijgt. Tot zo!